Hey, hallo YouTube. Mijn naam is Skullcrusher en welkom bij een nieuwe episode van Choppercraft. Last keer waar we gebleven. Laten we even terug gaan hier. Zo, last keer waar we gebleven bij het huis. Ik heb de ingang verplaatst naar hier, want ik heb nog wat off-camera wat zitten. We werken aan de portal met leuk bruggetje ertoe. Ik zal het je even laten zien. Wiet, plant en bal. Dat is nu wat meer gegroeid. Vandaar dat ik dit ook allemaal heb kunnen bouwen. Dus ik ben ook nog wat verder op gaan zoeken naar meer bamboe. Daar heb ik ook nog wat gevonden. Leuke decoratie. De nether heb ik ook nog bezorgd. Het vervelende is alleen. Ik was terug in de normale wereld. Ik had een beetje alles gevonden wat ik nodig had. Ik was hier naartoe gegaan, heb dit geplaatst. Ik wou teruggaan, want ik was nog wat spulletjes vergeten. Ik wou ook nog even bij de poorten langs gaan. Een creeper komt langs en hij ploft en ik ging dood. Ik ben een beetje alles kwijt, inclusief de portal. Doet het niet meer. Ik heb hem maar. Ik heb hem maar verwijderd, niet echt, gewoon ontmanteld. Ontmanteld als het ware. Kijk, een schildpadje. Oh, dat is een baby schildpadje. Wow. Oh, ik kan er ook nog op rijden. Tunania. Come on. Tunania. Come on. Ja, laat maar. Dus dat is echt heel gedoe geweest. Het kost me ook veel om dit te maken. Dat is ook nu met die fences, die kun je gewoon zo breken. Super chill. Soms ook onhandig. Ik heb een beetje zitten klungelen met de portal hier. Het nadeel is, de portal werkt niet echt als het hoort. Het is defect. Ik weet niet wat er door komt. Het is een beetje een bug. Daar heb ik altijd last van. Maar als ik hierin ga, of ergens anders, en doe gewoon slash tropics. Unloading terrain. Zo, dan ben ik weer terug in de normale Minecraft wereld. Wel ergens anders. In een swamp. Maar ja, wat kan je dat tegen doen? Dus ik denk dat ik dan maar hier nog ergens iets mee ga doen. Ik denk dit vlak, gewoon even vlak maken en een soort huisje dan maar bouwen. Dat we toch nog wel wat hebben om stel dat we hier nog terug willen, dat we nog wel veilig kunnen terugkeren en niet ergens in de duisternis met allemaal creepers om ons heen. En ik heb ook nog een encyclopedie gevonden. Nou, niet echt gevonden, het is eerder gemaakt. Het is een boek met bamboe eromheen, dus een encyclopedie, dus niet lastig. Coconut, ook wat je met coconut kunt maken, dus met vierkant powder en coconut maak je een coconutbom. Ik heb niet erg veel. Oh, reed, ja. Met de bouwmaterialen ervan. Ik heb dus nog niet echt veel van die plek, maar als ik bijvoorbeeld deze bloemen oppak. Even zien. Ik heb een beetje last van mijn keel. Zo. Zie je de Atomius red. Dan zie je ook waarvoor bedoeld is en wat je ermee kunt maken. Kanna, hetzelfde verhaal. De Go is ook hetzelfde verhaal. Het is eigenlijk best wel ver met Tropcraft, want nu heb je dus helemaal bloemen. Die hebben al meteen de goede kleur dat je misschien nodig hebt, in plaats van dat je kleuren moet mixen, zoals geel met rood of blauw met wit. Ik bedoel maar om al die kleuren te krijgen. Ja, dit is gewoon een bloem, hier heb je een recipe voor. Dit is gewoon een normale bloem.
Wat ik dus van plan ben, ik denk dat ik dat huis even voor nu in de tropen even laat zoals het nu is. Wat ik dus wou doen nu eigenlijk met deze episode is hier een huisje verder even maken. Gewoon een soort safe house, dus gewoon hier omheen als het ware. Dus ik kan dit even weghalen, want dat ga ik ermee invoegen. Dus bijvoorbeeld hier even kijken, ja, wat ik dus van plan was, gewoon daar een soort enorme ruit te maken, hier, en hier is dan ook wat, ja, dan wou ik hier nog gewoon wat ophangen, met dat je dan hier nog wel een mooi uitzicht hebt, want ik geloof dat, oh, lekker. Ik geloof dat hier eigenlijk, dus volgens mij heb ik niet goed de zon geraakt, ik zie dus niet eens. Beetje laggy. Zien. Waar is, oh, daar is de zon. Oh. Ach ja, dan is het gewoon daarop uitgericht, gewoon mooi zicht op de oceaan. Ja, ik heb nu even niks bij me. Maar ik denk dat ik wel even nu wat ga halen. Qua spullen. Ik denk niet dat dit werkt. Ik moet even proberen. Nee, dit werkt niet. Oh, gelukkig. Kun je nu in deze versie ook met commands werken, dus dat is dat dan wel weer wat fijner. Oh, wow. Was wel ergens naar boven. En ik ben weer terug. Oh, lekker. Ja, dus dat is wel fijn. Even zien. Oh ja. Er waren ook nog wat tropische creepers. En als die exploderen, dan worden ze palmbomen. En dan laten ze ook van die bloemen na. Maar wat er nou gebeurt als ze in het water ontploffen. En het is niet echt grond bovenin of laat staan eronder, dan krijg je dit effect. Dan staan er overal bloemen. Ik vind het best wel grappig. Goed, zullen we zien. Hop. 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 Yeah, freestyling. Eens even zien, dat kunnen we dan nog hier kwijt. Dan neem ik dit ook nog even mee. De planken. Eens even zien, wat kunnen we nog? Wat kunnen we daar nog doen? Ik heb ook veel glas nodig. Laat ik dat eens eerst doen. Yeah. Oh, wat moet jij nou weer? Ja, dus eigenlijk. Ja, zoals ik al eerder zei, een cave. Dus, ik heb nogal erg veel ruimte om zo te zeggen te minen. Als ik een kelder zou willen maken, heb ik nu al zo waar hier een ruimte. Ik hoef het alleen nog maar een beetje een oorlog te maken. Gewoon. Ach, je weet wel. Moet ik zeggen. Voor opslag en zo. Dus dat is wel fijn. Dan heb ik een vaste vorm. Zie hoeveel zand zou ik nodig hebben. Zien 50. Dat ziet er best wel cool uit zo. We hebben hier nog wat zand van halen, want ik wil niet echt veel aan het eiland afhalen. Dus dan moet toch wel echt een eiland blijven. Dat is ook wel, ja, een stack. Dat is goed genoeg. Zo. Ja, ik vertrouw het hier allemaal niet echt zo met dat licht. Overal waar het duister is, kan er wel wat spawnen en dat kan ik niet.
hebben op het moment. Dus dat daarin. Zo. Dan wachten we daar even op de totaal mee klaar is. En in de tussentijd kunnen we wel eens even. Ik denk dat het namelijk niet veel effect heeft. Gewoon teruggaan. Ja, auw. 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 Ik cool. Je kan dus bij je hoofd hierin storten. Oké, we gaan weer even terug. Even zien. Ja, dat dacht ik al, het is nacht. Eén, twee. Hey, appel. Ah, kom op. Twee, zo. Nou, wat ik van plan was om te doen, een soort patroon hier maken. Maar dan wou ik eigenlijk ook een branch moeten hebben. Of ik ga dit even wat meer licht plaatsen, want je kan beter de veldrotjes nu even hebben in plaats van te weinig dit weer. Oh ja, dit. Dan kan ik even hier weggooien. Zo. Wat hebben we nog meer? Nee, dat was wel deze omgeving. Laat ik even goed in de film. Oh, ups. Verkeerde knop. Ja, dat is wel genoeg gelicht. Wat hebben we nog meer? Even kijken op de map. Oh, ik ben mijn shears vergeten. Crap. Oh, crap. Auw. Ah, is wel mooi. Nieuwe spawn. Auw. Dat deed pijn. Ja, dat haal ik nou altijd als het nacht is. Dat vind ik niet echt fijn om... om altijd naar een rond te lopen. Don't break. Zo beter als ik maar eens een harnas of zo kan maken. Zo. Oh god, oh god. Gaan. Map waypoint. Remove. Death point, zo. Ik heb toch wel eens wat ik nodig heb. Even terug. Dat is wel fijn dat dat mijn nieuwe ja, waypoint is. Wow. Oh, dat is lekker snel naar boven. Dat hou ik nog even bij me. Voor het gat nog te repareren. Oké. Eens even zien. Daar zijn mijn shares. Voor de cigarette. Ziezo. Wat heb ik nog nodig? Ik heb sowieso naar de wol kan ik beter meenemen. Dit ook. Ik neem er daar twee van mee. Ik wil wat gaan testen. Of ik het dan laat groeien daar. Zal waarschijnlijk wel. Ik heb nog wat boom meer.
Dus even denken, dat kan ik weggooien. Ik doe niks meer met zoiets. Ja, dat was dan even voor dit wat we nodig hebben. Even terug gaan. Ik ga het ook weer een keer repareren. En dit gaat dan weer langzaam. Oh, wat de. Volgens mij zit er een slime vast. Ja. Ik wonder dat het zo langzaam ging. Zo. Oh nee. Blijf jij nog maar ook daar. Zo. Zo. Alles goed verlichten. Oké. Eens even zien. Voedsel. Het wordt tenminste al weer de dag. Als het gaat. Waar is die grip explosie? Snel weg? Dat kan niet. Dat is gek. Oh, daar is. Ja, ik vind het niks als er van die creepergaten zijn. Ik weet nou wat, gewoon nog precies genoeg. Zo, dat is nieuw. En hout. En het wordt ook al gelukkig met dag. Oké, zet weer wat bloemen. Lekker. Ik denk dat we de kleur oranje maar maken. Ik doe sowieso hier wat mee. Maar ik moet natuurlijk wel vrolijk zijn. Ik bedoel, het wordt een soort iets voor de tropen. En ja, dan vind ik dan is het ook raar dat de swamp dan de keuze maar moet zijn. Dat is jammer. Gravewater hoef ik niet. Dat gooi ik altijd meteen weg. Gravel, jackie, hoef ik niet te hebben. Even met de stad, mushrooms. Ik ga mushrooms. Je moet wel nog waypoints gaan zetten, denk ik. Zo, dat daar. Rood kan ook. Oh, er is ook een goede kleur voor. Dit was geel, hè? Ja. Bijna alles. En dan nog gewoon deze normale bloem. En we weten de normale flower, de roos en de tulp, geloof ik. Ja, flower en roos. Zo. En dan nu nog even op zoek naar een schaapje. Met wol. Die zijn allemaal kaal. Daar. Hahaha. Sneaky. Aha, gotcha! Surprise attack. Hey, ik mis nog één. Oké. Bedankt. Bedankt voor je hulp, schaap.
Dankjewel. Oké. Even teruggaan. Dan zal ik ook een waypoint bijzetten. Ik denk ongeveer hier zet ik wel even een waypoint. Je moet gewoon even portal drop. Drop ik, ja. Doe ik groen. Oké, dat hebben we. Ik weet al lang niet. Volgens mij zijn we al lange tijd bezig nu. Nou, wat ik ga doen, ik ga het glas even pakken. Zie hoe ver dat is. Oké, dat is meer dan genoeg. Ik vind het ook geweldig dat je daar ook experience voor krijgt voor furnace en koken en zo. Dat is wel fijn. Glas moest hier komen. Dat had ik in gedachten. Dan oh mijn god, gaat het er weer regenen? En we zijn weer terug. Oh crap. Ik wil even het resultaat zien, maar het gaat blijven niet. Nou. Zo. Dit is dus wat het is geworden van nu. Ik heb nog water naar bovenop gezet. En een leuk stroompje naar beneden gemaakt. Ik vond het best wel grappig. Dus even laten zien. Hier zit het water gewoon, dus niet veel. Wil ik nog wel proberen voor het einde van de episode. Is om een creatie even op te maken. Ik ga om dat dicht te doen. Het is jammer dat je geen hardstaps hier tegenaan kunt zetten. Dan zou het echt perfect moeten zijn. Want nu heb ik iets dat lijkt als dit. Dat wil ik hier niet hebben. Dus blijf het maar eventjes rond doen. Zo. Dan wou ik dus hier nog wat proberen met branchwood. Van de palmwood. Ja. De palmwood van de tropen proberen wat te maken. Kijk, ik zie het ook. Hey! Dat is niet slecht. Dat ik er wel mee door kan. In ieder geval, dit is dus tot wat het wordt. Ik hoop dat jullie het wel mooi vinden. Dus dit is maar een ingang. Ik ga niet echt hier wat survival. Ik wil echt in de tropen blijven, want daarvoor is deze let's play ook. En ik hoop dat jullie dit allemaal leuk vinden. Mochten jullie nog tips hebben, ideeën, zet ze in de comments. Ja. Like als je het leuk vindt, deel het met anderen. Je voelt het een favoriete. Maakt me niet uit. Doe wel wat mee. Geniet ervan, zou ik zeggen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Peace.